Het zijn twee gezusters. Ze zijn 4,5 maand oud. Ze heten Toomsie en Flecky. Nou, Flecky is wel herkenbaar. Volgens mij is dat deze. Want die heeft inderdaad een klein wit vlekje bij de snoet. Voor de rest is het behoorlijke spitting image. Lijken ze ontzettend veel op elkaar. Actief stel zijn hier naartoe gebracht omdat mensen hele dagen werkten. Ze vonden toch dat ze te veel alleen zaten. Ja, dan denken wij, waarom schaf je ze dan aan als je ze na 4,5 maand al weg doet? Maar een enorm leuk stel, zeer aanhankelijk, ondernemend. Ik denk dat ze het in de toekomst wel lekker vinden om naar buiten te kunnen gaan. Ja, gewoon een leuk setje. Ja, en zoek je dan een huis waar ze met z'n tweeën terecht kunnen? Of ja, gewoon... in hun geval proberen we ze samen te plaatsen. Ja, ja. Zo op een gezelliger ook. Ja, zeker. Ja, je zei het, de mensen die deden ze weg, hè? Een ander huis. Ja. Ja. Jammer zoiets, hè? Ja, zeker dan denk je van bezint eer je begint altijd. En ja, met 4 maanden dan alweer in het asiel omdat we geen tijd hebben. Dan denk ik van ja, dat had je al kunnen weten voordat je ze aanschafte. Mensen schaffen toch impulsief dieren aan. En daar worden vaak de dieren de dupe van. Ja, die komen dan weer in het asiel terecht. Ja. Ja, dan toch weer de vraag, zijn er veel dieren in het asiel op het moment? Het valt mee. Het is de winterperiode bij ons altijd wat rustiger, omdat we geen kittens hebben in deze periode. Want dat heb je vaak vanaf april begint dat weer een beetje te lopen. En in deze periode schaffen ook veel mensen toch wel een kat aan. Omdat het is koud, de deuren zijn al dicht. En zeker met een nieuwe volwassen kat, die moet je toch in het begin goed binnenhouden. En ook met de kitten natuurlijk. Geen extra dieren binnengebracht met oud en nieuw of zo? Nee, dat eigenlijk helemaal niet zelfs. Want ook vanwege het vuurwerk, dat je dacht van nou, vermiste dieren die weggelopen zijn. Nee, het is echt goed gegaan dit jaar. Oké, zijn dit de enige poezen die plaats wil hebben? Of hebben we er nog één? Nog meer. Ik zal ze even wegbrengen. Ja, dat is een grotere poes, hè? Ja, maar het is toch voor een kater nog best wel een kleintje. Dat is een kater. Mij. Ja, een kater, gecastreerd. Rintje. Hij is Isma. Ja, zou je zo verwachten dat het een beetje een beer is, maar dat is het dus niet. Hij is gevonden bij onze buren, bij de vogelopvang. Zat hij opeens bij de konijnen, liep hij rond. Dus vermoedelijk gedumpt. Het is een erg tamme kat namelijk en absoluut niet verwilderd. En hij is absoluut niet meer opgehaald. Dus vandaar dat wij denken dat hij gedumpt is. Komt toch regelmatig voor. Vorige week hadden we bijvoorbeeld nog een mooi verhaal dat we hier wegreden. En dat we opeens een mandje in de ooghoek op de parkeerplaats zagen staan. En toen dachten we, wat zit daar nou in? Stond er weer een mandje met een konijn wat we hadden achtergelaten. Dat zijn toch dingen die hier nogmaals regelmatig voorkomen. Ja. En we denken dat het ook bij hem is overkomen. Het is eigenlijk heel raar, want het is een ontzettend aardige kat. Ja, het is ook heel rustig. Ja, heel rustig. Gewoon echt een leuke kat. Hij is geschat op 1 jaar of 7. Voor de rest kunnen we, lief. Dat is het enige wat we kunnen zeggen. Zijn er veel dieren herplaatst de laatste tijd? Het loopt goed door. Wat je ziet is dat wij alle dieren op een foto van maken, op internet zetten. En tegenwoordig zoeken toch veel mensen inderdaad, kijken toch via internet naar... die op zoek zijn naar een nieuw dier, kijken via internet. En dan hebben ze toch al een eerste indruk wat je hebt zien zitten. En vaak word je dan inderdaad gebeld naar aanleiding van... Hey, ik heb een foto gezien van die en die, dat lijkt me toch een leuk dier. Kan ik langskomen om te kijken? En dat gaat goed momenteel. We plaatsen redelijk goed door. Ja, en wat is de website? Kan je dat nog even zeggen? Misschien dat is, handig? Ja, www.heemland.dierbescherming.nl. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat hij een baasje wint. Het is een ontzettende mooie poes. Ja, het lijkt een beetje op een Britse korthaar. En het is inderdaad het is een prachtig diertje. Ze heet Pearl. Ze is achtergelaten door de eigenaar. Er werden gebeld door de buren dat een kat was achtergelaten in hun huis. Mensen waren vertrokken. En daar aangekomen bleek dat zij dus inderdaad nog in het huis rondliep. Dus mensen verhuisd. Hadden geen... interesse om de dier mee te nemen, ja, dan kan je dus ook achterlaten. Nou, dat is dus gebeurd. Ze is geschat op ongeveer 10 jaar oud. Dus een beetje een rustige, oudere dame. En ook relaxed van karakter. Ik denk dat kinderen voor haar te druk zullen zijn. Maar voor de rest is het gewoon een schatje. Wat zonde als die zo achterlaten dan?
Ja, maar ja, het is wij kijken nergens meer van op. Nee. Dus je wordt ook een beetje, wat dat betreft, word je hier ook wel wat harder als je hier werkt. Maar ja, dat is inderdaad iets wat ook dat komt toch regelmatig voor. Terwijl je denkt, je kan hem ook gewoon even netjes het afhandelen en gewoon brengen naar het asiel toe. Ja. En deze kat komt trouwens uit Amersfoort. Amersfoort asiel is momenteel gesloten. Daar zijn ze helemaal met nieuwbouw zijn ze bezig. Dus wij vangen een gedeelte van de dieren vangen wij op. Ja. En je hebt ook geen idee misschien wat voor soort huis je zoekt voor deze kat? Nou, iets rustige mensen. Ik denk, gezin met kleine kinderen zal voor haar veel te druk zijn. Hoeft niet, absoluut niet naar buiten. Het kan goed binnen blijven, goed op een flat geplaatst worden. Andere katten denk ik dat ze dat, nou, het zal gaan, maar het zal geen liefde worden. Dus ik denk dat het beter als enig dier geplaatst kan worden. En we denken dat ze van Amerikaan is geweest, want haar voornagels zijn eruit gehaald. Ze heeft geen voornagels. Er wordt het meer gedaan dan? Vooral in Amerika gebeurt dat veel, zodat ze je meubels niet beschadigen. De verzorging van zo'n poes, moet die ook geborsteld worden en gekamd worden? Of hoeft dat niet? Ja, zeker in het begin even. Want katten hier in het asiel, zodra een kat in de stress komt, gaan ze verharen. Dus wij hebben meestal hier katten met een enorme haarwal. En bij haar zie je het ook wel dat er vrij veel los haar zit. Dat komt dus in katten in stress situaties, die gaan juist hun vacht wat meer loslaten. Regelmatig borstelen. Zij heeft een vrij dikke vacht. Zou wel in haar geval wel verstandig zijn. Wat is het voor hond, Sander? Dit is een heidewachtel. En? Vertel eens wat over. Een heidewachtel is een jachthondje. Dat jachthondje dat zit er bij hem ook behoorlijk in. Hij is niet al te best met luisteren. Als je hem los doet, dan is hij meestal even een half uurtje weg voordat hij weer terugkomt. Ja, hij heeft al 3 eigenaren gehad. En daar merk je toch wel iets van. Hij bindt zich niet zo heel snel aan mensen. De eerste eigenaar heeft hem gehad tot hij 1 jaar is. Want toen bleek dat ze kwamen de kinderen. En hij houdt niet zo van hele kleine kinderen. En zeker niet van het gefrut van hele kleine kinderen. Als ze hem met rust laten, prima. Maar als ze op hem aankomen kruipen en willen aaien en doen, daar houdt hij niet van. En als hij niet weg kan, dan kan hij dus zelfs als hij in de hoek zit, kan hij gewoon van zich afsnauwen. Daarna is hij naar een familielid gegaan. Die heeft hem gehad 5 jaar bijna. Die had geen tijd meer voor hem. Die wilde hem dus herplaatsen. Toen hebben ze hem herplaatst bij iemand. Ja, en die kon hem ook niet houden. Werkt de hele dagen. Nou, het is geen hond die de hele dag alleen thuis kan blijven. En wat zij dus had, zij kon hem dus niet loslaten. Want het is wel een hond die beweging nodig heeft. Maar als je hem beweging wil geven, dan neemt hij de kuilat. Ja,